Ja, het logo mag duidelijk zijn van de Heuvel Automotive. Wij verkopen heel veel nieuwe bedrijfswagens, ook wel wat personenwagens. We hebben meestal een 300-400 nieuwe auto's op voorraad staan. Met het op- en overslag gebeuren soms wat meer. We hebben een drukke werkplaats, verkopen heel veel nieuwe auto's. En willen die auto's dan ook echt als nieuw afleveren zonder hagelschade. En dat is eigenlijk van de Heuvel Automotive. Wij hebben een paar jaar geleden een enorme hagelbui hier gehad. We hadden 300-400 auto's met zware hagelschade. Natuurlijk waren wij daar voor verzekerd. Alleen het gaat goed zolang het goed gaat, totdat je de hagelschade hebt. En dan kom je erachter dat je toch een enorm eigen risico hebt. Heel veel overlast, auto's niet uit kunnen leveren, discussies met klanten. Dat is het laatste wat wij willen, want wij staan voor Van Heuvel Automotive voor kwaliteit. En de afspraken die we maken, die willen we graag nakomen. En dan word je daarmee geconfronteerd. Ja, dat was uiteindelijk heel vervelend. En dan uiteindelijk kom je bij, ja, dan ga je alternatieven zoeken. En onze tussenpersoon adviseerde mij eigenlijk om voor hagelnetten te gaan. En zo ben ik uiteindelijk hierbij terechtgekomen. Ja, werken de hagelnetten dan inderdaad risicoverlagend? Risicoverlagend sowieso natuurlijk dat de premie in eerste instantie eigenlijk enorm omhoog zou gaan. Ja, waar je als ondernemer sowieso niet blij mee bent. Dat past niet in je hoofd, want daar ben je ondernemer voor. Alles wat duurder wordt, dat kan in mijn beleving niet. Uiteindelijk toch een lagere premie, een eigen risico wat naar beneden kan. En uiteindelijk is alles weer gedekt en kan je weer verder. Dus uiteindelijk een weloverwogen keuze en waar ik ook blij mee ben. Het is natuurlijk altijd moeilijk, want als je geen hagel krijgt, dan denk je van had ik het maar achterwege gelaten. Maar dat is niemand die dat weet. En zodra het wel is en je krijgt een enorme hagelbui, dan denk je van had ik maar die andere hectare ook inmiddels al gedaan. Maar dat is altijd achteraf, dus is het rendabel? Ik denk, als je voor het feit hebt gestaan dat je hagelschade hebt gehad en heel veel overlast, maar ook heel veel schade hebt gehad en dus ook een enorme premieverhoging, heb je eigenlijk weinig andere keus. En als het dan past binnen je bedrijfsfilosofie en je doet veel nieuwe en gebruikte auto's en je wil ze afleveren conform hetgene zoals je hebt afgesproken, heb je weinig andere keus. Dus is het rendabel? Dat weet je pas altijd achteraf. Optisch, ik vind het sowieso eigenlijk wel meevallen. Maar in eerste instantie vond ik het per saldo gewoon lelijk. Ik denk, waarom nou weer? Maar dat komt omdat dat dan niet in je hoofd past. Het kost geld en je moet dit, je moet dat. En moeten is altijd heel vervelend. Maar je ontkomt daar niet aan. Uiteindelijk vind ik het enorm meevallen. Zeer strak geconstrueerd. Nadelen, de palen, de bereikbaarheid, de flexibiliteit op je terrein, dat is een klein beetje een nadeel. Echter, met zoals jullie dat hebben gemonteerd en gesitueerd, is het eigenlijk naar volle tevredenheid. Ja, ik hou eigenlijk meer van de zon dan van de kou. Dus je vraagt van, wordt het een standaard binnen autobedrijven? Met betrekking tot de hagelnetten, dat weet ik niet. Dat zal afhankelijk zijn natuurlijk van bij welke verzekeraar ben je verzekerd en heb je veel of weinig hagelschade in je regio. Daar waar het veel is, zou ik het altijd adviseren om het wel te doen. Wat ik ervaar is dat de auto's ook zeker niet vuiler worden, eerder schoner. Een beetje afhankelijk natuurlijk van de situatie en de windrichting. Ik sta er niet negatief tegenover. Het zou natuurlijk beter zijn dat je het niet hebt. Ik hou meer van een warm klimaat dan van een klimaat met hagel en sneeuw. Maar we wonen nog steeds in Nederland, dus ik denk dat we er niet aan ontkomen. Ja, hoe heb ik de samenwerking mogen ervaren? Dat is een hele goede vraag. Ik kan alleen maar, en dat is niet omdat het interview wordt afgenomen, ik kan alleen maar lof uitspreken over de manier van werken, zoals jullie dat voor ons hebben geregeld. Zeer keurig, correcte mensen, afspraken nagekomen.
de juiste uitleg en alles is gedaan conform afspraak. Mijn complimenten.